Waarom heeft Sinterklaas zo'n grote zak? Omdat hij maar één keer per jaar komt. Houdt u van grapjes over Sinterklaas? Ja. Sinterklaas? Ja. 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 Als ik ze begrijp. Aha. Mm -hmm. U hebt een tekst meegebracht? Mm -hmm. Ja, ik... Uh ik heb gekozen voor het einde van het sprookje Sneewitje. In de originele versie van de Gebroeders Grim. Aha. Ja. Oké, okay. wil u wil u dat voorlezen voor ons? Heel graag. Oef. Einde. Aller einde van Sneewitje. Sneewitje stemde toe en ging mee. En hun bruiloft werd met grote pracht en heerlijkheid gevierd. Voor het feest was echter ook de stiefmoeder uitgenodigd. Toen ze zich voor het feest gekleed had, trad ze in prachtgewaad voor de spiegel en zei: Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de mooiste van het hele land? De spiegel antwoordde: O koningin, Heel mooi zijt gij, maar de jonge koningin is veel mooier dan gij. Toen stiet de boze vrouw een gruwelijke verwensing uit... en ze werd bang, zo bang dat ze geen raad wist. Eerst wilde ze in het geheel niet op de bruiloft komen... toch liet het haar geen rust. Ze moest weg, ze moest de jonge koningin zien. En toen ze de feestzaal intrad zag ze de jonge koningin en ze herkende Sneeuwwitje. en van angst en schrik stond ze stil en kon zich niet bewegen maar er waren al ijzeren pantoffels op een kolenvuur gezet en die werden met tangen binnengedragen de koningin moest in de roodgloeiende schoenen gaan staan en zo lang dansen tot ze dood ter aarde viel dus dat is de originele versie van het verhaal van Sneeuwitje. Ja, ja. Van de gebroederschrim. Van de gebroederschrim, ja. Hm. Wat staat er, Sinterklaas? Wel, uh, Sneeuwitje hm -hmm. gaat trouwen. En de boze stiefmoeder, die is uitgenodigd op het feest. Ja. Maar die stiefmoeder heeft eerst niet door dat het over. Sneeuwetje gaat. En dat komt zij pas te weten wanneer de toverspiegel haar vertelt dat de jonge koningin veel mooier is dan zij. Ja. Spiegeltje, spiegeltje ja. Aan. Aan, aan, aan de wand. Maar ze moet en ze zal Sneeuwetje zien. Op het feest wordt zij onmiddellijk in die gruwelijke, rood gloeiende pattoffels geplaatst, waarin zij moet dansen tot ze sterft. Dus. Sneewitje plaatst de stiefmoeder, de koning, in rood gloeiende anthofels. Dat is een gruwelijk, gruwelijk einde, Sinterklaas. Absoluut zeker. Dat is niets minder dan een goed voorbereide executie. Dat is marteling, dat is foltering. En niemand mag het recht zomaar in eigen handen nemen. Niemand, ook Sneewitje niet. Dus Wim, deze passage vertelt ons heel veel. Over Sneeuwwitje. Ja? Mm -hmm. Wat vertelt deze passage ons over Sneeuwitje, Sint? Dat dat kind veel meer is dan uh, een lief onschuldig meisje uh, wat liedjes zingt met kabouters en andere dieren in het bos. Nee, diep van binnen is Sneeuwitje kil. En koud. En berekenend. en wraakzuchtig. En dat, dat sadistische trekje heeft ze dan weer van haar grootmoeder, ziet u. Hmm. Hmm. Denkt u Sinterklaas dat sneewitje de ijzeren pantoffels heeft meegebracht naar het feest? Nee, 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 nee Wim. In die tijd uh, vond je ijzeren pantoffels in elk kasteel. En die hoorden samen met de ijzeren peignoir uh, tot het zogenaamde binnenhuisharnas. Ah. Hmm. Maar de ware booswicht in dit verhaal, Wim, ja? dat is toch de toverspiegel. De toverspiegel. Ja, de toverspiegel. De toverspiegel is de booswicht. Ja. Had die toverspiegel gezwegen, dan had dit hele drama niet hoeven te gebeuren. De toverspiegel had vanaf het begin moeten zeggen... Ja, ja, u bent de mooiste van het land. Bijvoorbeeld. Of hij, hij had kunnen zeggen... Daar kan ik mij niet over uitspreken. Ik ben maar een eenvoudige toverspiegel. En trouwens, Wim, smaken verschillen. Eh, er, er bestaat nog niet zoiets als de mooiste vrouw. Nee, ja. Nou, trouwens, eh, toen ik in 1900, 1937 ja, de Disney-film zag, dan vond ik al dat het niet klopte. De, de boze koningin is daarom. Prachtige, slanke uh, dame. En zo iemand noemen we tegenwoordig een beep. Uh, een beep. Een beep. Een beep. Ja, ja, een beep. Een beep. Een beep. En zij dus valt bij de gemiddelde man waarschijnlijk meer in de smaak dan, dan dat kind. En die koningin straalt gevaar uit. Hè? Dat is toch iets waar heel veel mannen voor vallen, denk ik. Sneeuwwitje is uh, niet meer... En, Pas op, ik zeg dit met het grootste respect voor de jeugdbeweging. Toch niets meer dan een Fris Giro meisje. Maar dan wel eentje met een slecht karakter zoals we hier hebben kunnen zien. Die, die toverspiegel wist heel goed wat hij zou aanrichten door, ja? ah, door tegen een mentaal niet al te stabiele, ziekelijk, ijdele vrouw te zeggen dat zij niet de mooiste is. Toverding. Had daar volgens mij heimelijk plezier in. Ja? Hmm. En is het niet vreemd, Sinterklaas, dat de stiefmoeder op een huwelijksfeest gestraft wordt? Zeker. Heel vreemd. Stelt u het zich voor, Wim. De gasten die staan daar aan te schuiven aan het dessertenbuffet. Of ja. staan te zwaaien zoals dat dan gaat met hun servetten. Om te tonen van La Lac de Connemara. Na, 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 na. Ja. En op amper vier meter wordt die arme vrouw... vanaf haar enkels afgebrand in die, in die gloeiende marteltuigen. Niemand die op het idee kwam om, om bijvoorbeeld... het koelwater van de champagne over haar voeten uit te gieten. Bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Dat, dat, dat zegt toch veel over de vriendenkring... de entourage van Sneeuwwitje en haar prins... Waarom, Sinterklaas, hebt u deze tekst gekozen? Hm. Wel, Wim. Uh, heel wat mensen zien mij als een heilig man. En dat is volkomen terecht, want <laughs> ik ben dat ook. Ja? Ja. Maar men mag heiligheid niet verwarren met ten allen tijde de hele waarheid vertellen, ah. een heilige moet. Net zoals iedereen af en toe kunnen zwijgen. Die, die toverspiegel, die hoefde niet te liegen. Nee? Nee, ja, hij had op de vraag wie is de mooiste van het land kunnen antwoorden. Uh, oh, da da daar kan ik me niet over uitspreken, koningin. Maar u bent met permissie heel mooi. Ik ben blij wanneer u zich in mij spiegelt. Da da daar is toch niks mis mee. Nee. Dat altijd per se dwangmatig eerlijk willen zijn, dat is, dat is nergens goed voor. En dat is de ware les van dit onbarmhartig sprookje. Hm. Prachtige les mm -hmm. van een heilig man. Dank u. Wil u de tekst nog eens voorlezen, Sinterklaas? Heel graag. Mm -hmm. Mm -hmm. Zo. Mm. Sneeuwwitje stemde toe en ging mee en hun bruiloft werd met grote pracht en heerlijkheid gevierd. Voor het feest was echter ook de stiefmoeder uitgenodigd. Toen ze zich voor het feest gekleed had, trad ze in prachtgewaad voor de spiegel en zei Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de mooiste van het hele land? De spiegel antwoordde O koningin, heel mooi zijt gij, maar de jonge koningin is veel mooier dan gij. Toen stiet de boze vrouwen Gruwelijke verwensing uiden, Ze werd bang, zo bang, dat ze geen raad wist. Eerst wilde ze in het geheel niet op de bruiloft komen, toch liet het haar geen rust. Ze moest weg, ze moest de jonge koningin zien. En toen ze de feestzaal intrad, zag ze de jonge koningin en ze herkende Sneeuwwitje. En van angst en schrik stond ze stil en kon zich niet bewegen. Maar er waren al ijzeren pantoffels op een kolenvuur gezet en die werden met tangen binnengedragen. De koningin moest in de rood gloeiende schoenen gaan staan en zo lang dansen tot ze dood ter aarde viel. Hm. Dank u wel, Sinterklaas. Graag gedaan, Wim. Slap wel. U, hebt nog werk vannacht. Ja, wij moeten nog even de daken op. Mm. Plazant? Oh, ja. ja. Heerlijk vertoeven is het op die daken, Wim. Ja, ja, rust. Veel schotelantennes. Veel. Nog wel met een heel zware zak. Ja, maar die draag ik niet zelf aan. Mm. En bovendien, morgen is die weer geleegd. hmm uh -huh.